eigenlijk de foto die eruit springt, is voor mij de reparatie van de toren. Dat mensen vlak na de oorlog, ja, als een soort trapezewerkers die toren gingen repareren, hangend aan een touwtje. Wat op de dag van vandaag totaal ondenkbaar zijn, want de opdrachtgevers zouden beslist in de gevangenis komen. Ik heb zelf de burgemeester rond mogen leiden en was ook zeer enthousiast over de foto's, de fotografie, maar ook over het initiatief. Er waren veel mooie woorden over de expositie. En belangrijk schijnt dan te zijn, heel blijvende waarde, is kunst, creativiteitsontwikkeling en cultuur. Weten waar je vandaan komt. Wat heeft jou gevormd tot wat je bent? Ja, wij hebben, het zijn de vrijwilligers van ons die gevraagd hebben aan ons, kunnen we niet eens een keer een expositie houden? En wij hebben als stichting dat op alle mogelijke manieren gefaciliteerd en ondersteund. In de afgelopen eeuw is er veel gebeurd. En deze fototentoonstelling geeft enerzijds een beeld van de evolutie in de tijd. Hè, hoe de dingen veranderen in de loop der tijd, wat ook normaal is in de evolutie. Van de andere kant is het ook goed om eens terug te kijken voor mensen van het nu, die in het nu leven, hoe het vroeger was. Hoe de dingen vroeger anders waren, maar niet beslee slechter. Ik denk dat deze tentoonstelling laat zien dat schoonheid tijdloos is. Dat niet aan tijd gebonden is. De tentoonstelling staat er gedurende maanden juli en augustus. Is te bezichtigen vanaf woensdag tot en met zondag van 2:30 's middags tot 4:30 's.